Maandagavond werd in de Drevenale Riksel een voorlichtingsavond voor jeugd- en jongerenbegeleiding gehouden, georganiseerd door de Vierbinden en het Dorpsplatform. Anneke Merks van Vierbinden legt uit waarom deze avond is en voor wie. Klopt, wij zijn inderdaad vanuit het Dorpsplatform gevraagd om mee te helpen met het organiseren van deze avond. We vinden het belangrijk dat wij zowel sportclubs als verenigingen binnen Aderikstel, eigenlijk ben ik heel laar mee, maar vanavond speciaal voor Aderikstel, informeren over het omgaan met jeugd en jongeren. Ja. Is het een noodoproep? Want ja, we horen het toch heel vaak, de jongeren zijn niet meer te hanteren. Nou ja, goed, zo willen wij het natuurlijk niet noemen vanuit jongerenwerk. Wij weten wel dat wij het belangrijk vinden om te informeren wie wij zijn, wat wij doen, waar ze ons kunnen vinden. En vooral dat alle jongeren binnen Aderikstel kunnen sporten en bij een vereniging deel kunnen nemen. Beperkt, geen beperking, altijd goed. Ze moeten gewoon deel kunnen nemen. Ja, en de avond gaat in de vorm van een spel, heb ik begrepen, hè? Klopt inderdaad. Wij hebben een korte uitleg, maar wij dachten van goh, 2 uur lang uitleg, daar gaat niemand naar luisteren. Dus wij hebben Helder Theater gevraagd om ons te ondersteunen deze avond, ja. Waar gaat Helder Theater? Ligt in het tipje van de sluier. Waar gaan ze ons bieden? Helder Theater gaat sketches uitbeelden die mogelijk leven binnen de clubs en de verenigingen. En gaandeweg willen wij dan tips en adviezen geven om zo direct ook de trainers en de leiders te kunnen laten zien hoe wij daarmee om zouden gaan. In moeilijke tijden, verwachtingvol wat betreft de opkomst? We hopen het wel. We hebben een beetje ingezet op 40, 50 mensen. Wellicht veel, maar we hopen wel dat dit aanslaat. En daarom hopen we op een hoge opkomst. Ja. Nou, we blijven de avond volgen. Succes. Dankjewel.